Dit is een van de mooie dromen die uitkomt. Maar kampioen te worden met mijn club hier, AFC, en ja, kicken. Ja. Door de uitgeleider van concurrent IJsselmeervogels op zaterdag kon AFC zondagmiddag bij winst op Scheveningen het kampioenschap van de tweede divisie binnenhalen. Melvin Grootvaam opende al in de zesde minuut te scoren. Maar pas in de tweede helft lieten de Amsterdammers duidelijk zien wie de beste amateurploeg van Nederland is. Mede door treffers van Kenny Thijssen en een hattrick van topscorer Riley Ignacio eindigde het duel in 5-0. Eigenlijk vanaf het begin af aan hadden we het gevoel van dat het een heel mooi seizoen zou kunnen worden. En als het dan uiteindelijk zelfs 4 wedstrijden voor het einde gebeurd is, is dat fantastisch. Echt prachtig. Toen dit seizoen begon, dacht je toen van nou, AFC zou wel eens kampioen kunnen worden? Ja, ik zit hier nu al 5 jaar. En eigenlijk elk jaar was het wel voor degradatievoetballen. En dit jaar waren er een paar versterkingen erbij gekomen. En uiteindelijk speel je dan voor de prijzen. Dus AFC is echt een andere weg ingeslagen. En toen voelde je al van, hey, er zit kwaliteit in de ploeg, er zit rek in de ploeg. En ja, uiteindelijk heeft dat geresulteerd tot heel mooi voetbal. En ook een heel mooi resultaat. En dat is ja, de schaal. Je wordt hier op handen gedragen. Ja, heerlijk. En vrienden, familie, mijn moeder. Dus het is gezellig. Hoe is het om zo'n feest mee te maken? Zo'n feest voor mij nieuw. Nog nooit kampioen geweest. Dus nee, het is fantastisch, fantastisch. We gaan het zo nog even vieren. Voor AFC is het na het kampioenschap van de hoofdklasse A in 2010... en de titel in de topklasse zaterdag in 2014 het derde kampioenschap dit decennium. Maar nog niet eerder werd AFC overall kampioen. Ja, geweldig. Ja, mooi, mooi emotioneel. Mooi mee te maken. Een mooie apotheose, goede grote overwinning. Dus ja, enorm, enorm trots. En ja, wat ik je zei, emotie. Ook gewoon traantjes gehad, ja. Ik zie het ook, want dit is echt uniek, hè, dit? Ja, dit is uniek. Dat hebben we nog nooit meegemaakt. We zijn zo'n grote amateurvereniging met zoveel successen. En altijd op het hoogste niveau op 3 jaar na gespeeld. Maar nog nooit de allerbeste amateurvereniging geweest. En nu die titel. Ja, dat is geweldig.